Hallo? Weet u waar de Logwol ligt? Waar praat Russisch dan? Hallo? Ja? Oké, dank u. Hallo geocachers, wat tof dat jullie er weer zijn. We zijn alweer op een hele bijzondere plek en ik ben samen met Daan. En we gaan een hele bijzondere elektronische cache doen vandaag. En die cache die werkt met, ik wist ook niet dat het zo heette, DTMF-tonen. DTMF-tonen. En DTMF-tonen zijn eigenlijk de tonen van je telefoon. En die gaan we eens even laten horen. Want Daan, doe jij eens even bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4... Oh ja, 1, 2, 3, 4. Zo. Hoor je die tonen? Zou je er een liedje mee kunnen spelen? Misschien wel. Ja? Vader Jacob of zo. Vader Jacob. Dus Vader Jacob. Vader Jacob. Sla, sla, sla. Nee. Nog vals. Laat gij nog alle klokken. Nee. Maar dat zijn dus DTMF-tonen. En deze cache heeft alles te maken met DTMF-tonen. We kwamen net hier aan, hè? Ja. We hebben de auto geparkeerd en we kwamen langs een soort bedrijf, een soort industrieterrein. En met een hele grote stapel spullen. En we dachten, oh nee, als we maar niet net al die spullen voor de cache hebben neergezet. Maar gelukkig viel het mee. Precies tussen al die spullen vonden we deze kast waar we nu zijn. En er stond ook nog een geocache teken op. Dus ik wist zeker dat het hier zou moeten zijn. Het begint al ongelooflijk goed. Nou, we moesten eerst in de omgeving op zoek naar de sleutel. Dat was even zoeken, maar die hebben we gevonden. En als het goed is, kunnen we nu in ieder geval die kast openmaken. En dan begint het avontuur waarschijnlijk. Wow. Kijk dan, hé. Oh, je zal eerst hier wat moeten doen? Ja. Nou ja, en dan verwacht ik dat de code dat die daarboven komt. Dat ziet er super vet uit. En dit is dicht, dus zou hier de cache misschien achter zitten? Misschien wel. Dit is wel even heel erg leuk, want waarschijnlijk moet je de verbindingen met elkaar maken. De goede cijfers met de goede cijfers of de goede cijfers met de goede letters verbinden. En hier binnen in de deksel staan een aantal vragen waar je een antwoord op moet geven. En die antwoorden van die vragen die zullen wel overeenkomen met de goede verbindingen hierin. Dus we gaan aan de slag. En eens even kijken of het inderdaad zo is als je het goede antwoord geeft op een vraag, of je dan ook de code krijgt. Oh ja. Ja. Ah, kijk, zo werkt het. Het eerste getal is in ieder geval al 1. Ja. En dan als we natuurlijk alle 4 die getallen hebben, dan heb je kans dat we die open kunnen maken. Ja. Met die telefoontonen dan. Wow. Hoe gaaf is dat, hè? Geweldig. Nou, gaan we door. We hebben hem te pakken, we hebben de code te pakken, geweldig! Oh, dat is wel heel spannend, hè? Want nu hebben we de code te pakken. Dus we hebben de vragen beantwoord, we hebben de code te pakken. En nu moeten we, als het goed is, een telefoonnummer bellen. En als dat telefoonnummer opgenomen wordt of zo, moeten we die code van 4 cijfers moeten we dus gaan invoeren. En dan gaat hier iets gebeuren, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd. We hebben het nummer in de telefoon gezet. Ik zeg, bellen! Oké. Okay. En zodra die overgaat, moet je code intoetsen. Hiermee. Nee. Nee. Wow. Hoe zag dat? Jullie hebben het nog niet gezien, maar we gaan jullie natuurlijk even laten zien wat er precies gebeurt hier, hè? What? Zo. Maak open dan.
Oh, verbinding verbreken. Zo. Oh, kijk dan hé. Dat is toch super vet dit. Kijk dan, gewoon een ouderwetse telefoon. Wow, wat een mooie kast hé. Ongelooflijk tof. Mooi geschilderd van binnen. Zie je dat? Alsof je echt in een ouderwetse woning zit of zo. Ja. Heel erg tof. Hier zijn eventueel plekjes voor TB's. Zo, dat is toch super gaaf. Daar gaan we even wat TB's achterlaten. Leuk man. Kijk dan. Jeetje, super vet dit hé. Als dat geen wonderstukje techniek is dit. Dat is toch ongelooflijk. Je belt gewoon met die tonen, blijkbaar op afstand of zo. Gaat het ding open en dan staat er zo'n geweldige ouderwetse telefoon. Mooi geschilderd aan de binnenkant. Ongelooflijk gaaf dit. Doet hij het dan? Nee. Nee? Oh jammer, we moeten nu alleen nog kijken hoe we precies moeten loggen. Hoppakee! Woe! Dat is geweldig! Gewoon van begin tot eind klopt hij gewoon helemaal. Wauw, we zijn een heel eind gereden om hier naartoe te komen. Want vanuit de listing wisten we eigenlijk al dat we hier gewoon een keertje langs moesten gaan. Maar wat een ongelooflijk staaltje techniek is dit. Eerst die puzzel, vervolgens die code, vervolgens die tonen van die telefoon. Vervolgens gaat dat deurtje open en alles is helemaal in stijl. Hij is geweldig. Ongelooflijk gedaan. Ja. Wat ongelooflijk tof gemaakt. Een pareltje erbij, absoluut. We gaan alles dichtmaken en we gaan weer onderweg. Lekker naar huis. Ja. En weet je wat we gaan doen? Want een keertje was ik met Evelien een roadtrip aan het maken eigenlijk om de Snack the Tax terug te brengen of naar de mensen te brengen. En toen hebben we ook gezegd, we gaan even langs de aardbeien drive-in. Toen was die dicht, maar nu is het precies de periode volgens mij van de aardbeien. Dus volgens mij moet die open zijn. Ja. Dus we gaan gewoon eens even kijken en dan gaan we kijken of we daar een lekkere lunch kunnen halen. Lekkere aardbeienlunch. Maar ja. Deze... Beste geocachers, deze was ongelooflijk gaaf. Een toppertje. Let's go dan. Ja. Op naar de aardbeien. Drive in. Yes. Wat doe je ook met je wenkbrauwen?